We zijn aangekomen en kijk hoe leuk. Goedemorgen, het is zondag. Ik heb mijn haar vandaag een keer weer een beetje stijl gemaakt. Vond ik een keertje leuk, de afwisseling. Het is wel grappig, dan maak je natuurlijk extra krullen in je haar en dan stijl het een dag. Maar voor een dagje vond ik dat wel heel erg leuk. En we zijn best wel vroeg. We gaan naar oma, naar Marco's oma. En kijk hoe leuk. Ik heb dit shirt aan. Sarah en Marco. Kijk, nou sta je er ook een keer op. Gisteren wilde je niet praten. Nee, ik wil helemaal niet te vloggen. Dus we zijn met je en we hebben ook echt allemaal een lichte spijkerbroek en witte sneakers aan. En allemaal witte schoenen. Ja, dat zei ik, witte sneakers. Maar waar is oma? Een klein stukje daar lopen en dan gaan we naar binnen. Yay! We hoeven niet meer zo te lopen en niet zo... Oh, niet meer zo te stampen. Ik ben aan het lopen en stampen. Oh, je bent aan het lopen en stampen. Hoeveel heb jij nou dan? Lukken? Je hebt wat meegenomen voor oma. 1, 2, 3. Voor de beurs, denk ik. We zijn weer onderweg. Sarah, wil jij vertellen wat we gaan doen? Bowlen. Zo, bowlen. Bowlen! Yeah. Heb je er zin in? Ja. Ja. We zijn klaar met bowlen en waar ben je nou? Ben je kwijt, Sarah? Ik wil niet op. Oh, maar ik wil vertellen hoe goed je het hebt gedaan, want ik ben zo trots op je. En wie je hebt heel goed gebold. Papa en oom. Nee. Die hebben om en om een beetje gewonnen. Ja. Nee. En mama was altijd derde. En jij, opa en oma, waren om en om vierde, vijfde en zesde. Dat wisselde. Nee. Ik was de enige. Ik was de enige die stabiel was. Nee, ik was de enige die stabiel was. Ik had jullie ingehaald. Nou, jij was wel meestal de beste van jullie drieën. Dus dat was wel heel goed. En mama had de dag niet vandaag. Ja. Maar ik vond het niet zo leuk. Nee? Ik was helemaal warm. Maar ik vond het zo goed, want je hebt en heel goed gegooid en je hebt heel sportief gespeeld. En dat vind ik eigenlijk nog belangrijker. En dat heb je echt heel goed gedaan. Je was heel blij voor andere mensen als ze het goed deden. En als het niet lukte, bleef je ook gewoon positief en doorgaan. Zullen we gewoon naar de
bij de Burger King gewoon eten, papa en mama? Burger King? Ja, Burger King of Kentucky zit hier. Dan gaan we voor de Burger King. Ja? Ja, dat is niet mij. Je weet welke ik kies als ik moet kiezen. Ja, Kentucky, maar we doen gewoon voor de Burger King. Ja? Ja, jij wil dat speeltje daar. Ja. Ja. Dan geef ik hem de volgende keer terug. Oh. Speeltje. Eten. Het is trouwens alleen volgens mij niet. Is het voor mij toch? Ja, ik had voor jou al een plaatje gemaakt, zeg maar. Dit is de mijne. Kijk eens. Ja, dit van de aardbei. Ja, hij ziet er niet echt roze uit. En twisted fries. Ik heb de kitten met zo'n Marco heeft een hamburger. En hier heb jij een milkshake op mijn leven. Ja, en we hebben zo'n doel. Dus ik rijd me altijd voor elkaar. Tuurlijk. Ja, deze wil alleen maar likken. Stop dat dan. Marcus zei nog heel veel teruglopen. Eindelijk het speltje uit mijn haar. Mocht het altijd niet van zeggen. Dat is dan mooi, mama. Ook ben lekker scherp, zie ik. Dat valt mee. Oh, zij was echt verwend. Ze heeft twee knuffeltjes. En een kammetje. En een spiegeltje. Deze is echt grappig. Heel gezellig. Sarah is al klaar voor bedje. Maar nog even een spelletje aan het spelen. Even samen. Het knuffelen, ja, die kan je pakken. Ik zou naar de overkant over. Kijk daar. Daar heb je heel veel kleine dingetjes. Ze ligt op bed. Dus altijd even beginnen met eerst weer de kamer aan kant. Want echt overal vind ik spullen. En ik was al een heel klein beetje aan het opruimen voordat ik de camera pakte. Het is echt drama af en toe. Heel het huisje vol. Allemaal tekeningen, stapels vol. Het is echt gewoon niet normaal. Dit is 1, 2, 3, 4, we hebben nog veel meer, 5, echt een kruis, of een kus, 6, 7, 8, en dit zijn allemaal lege blaadjes nog, het is echt, hier is nog ingekleurd, hier, dit is alleen van net even nog een vuurtje. En dan verder alle andere troepjes. Het ligt echt helemaal verspreid. Maar goed, we komen er. Kijken. En zij ligt net op bed. Dus dan wil ik ook niet naar boven om alles op te ruimen. Op. Laat ik vast de waterkoker aanzetten. Nou, dat is niet handig met één hand. En weer verder. Ah, we komen er wel een beetje. Het wordt al wat. Nog wat. Nog wat. Moet ergens anders heen. Nou. De kamer lijkt weer een beetje op orde. We zijn deze film aan het kijken, maar dit is zo'n vage film. Hij is op zich wel grappig, maar op de een of andere manier, ik kom er gewoon niet in. Ik weet niet wat het is. Nou, film was toch wel leuk. En nu ben ik eigenlijk echt te lui om van de bank af te komen, maar ik moet echt naar mijn bed gaan. Morgen mijn tijdje eruit. Dus ik hoop dat het een beetje een leuke vlog was. Bedankt voor het kijken. Oh, ik denk, ik maak extra licht met mijn telefoon, maar die ging even uit. Bedankt voor het kijken en tot morgen.